Een mutsje. Hm. Oh, kijk eens. Wat een craving is. Ja. Zullen we nog maar een vluchtkoffer doen? Alsjeblieft. Ja. Daan die is klaar voor hoor. Die is helemaal in zijn hum dat hij in het bad kan. Dan altijd niet zitten hier ineens. Zie je dat? Kijk eens wie er is. Ons lievelingsneefje. Ja, hallo allemaal. Ik ga hem even omdraaien en zien we me beter. Het is vandaag donderdag. De 25e, ja. En ik ben nu op dit moment alle spulletjes van de HEMA voor ons lieve dochtertje aan het uitpakken wat ik heb besteld. Het is een hele doos. En ik ben hier al bezig geweest met alle rompertjes. Dit zijn wat washandjes, maar hier zien jullie alle rompertjes. Die heb ik allemaal losgemaakt. Dat was een beetje gek verstuurd. Maar goed, ik heb verschillende rompertjes. Ik heb er twee verschillende. Ik heb overslagrompertjes, wat super makkelijk is. En ik heb ook normale. En dat oranje, ja, dat zie je toch niet. Het zijn maar drie knoopjes aan de onderkant. Dus ik ben nu alles aan het uitpakken. Ik heb ook dingetjes besteld waar je normaal niet echt aan denkt. Maar ja, dat zijn die thermometers. En dan heb ik zo'n setje besteld. En ook babywattenstaafjes. Eigenlijk heb ik zoveel besteld dat ik, oh mijn telefoon, dat ik niks meer nodig heb of niks meer hoef te bestellen. Want ja, ik vind het eigenlijk een beetje gek, want je moet natuurlijk nu, je kan niet zomaar de winkel induiken, dus je moet echt goed voorbereid zijn en alles een beetje hebben wat betreft voor de baby. Dus ik hoorde inderdaad dat washandjes super belangrijk zijn en hydrofiele doeken, rompertjes. Thermometers, nou, en dan heb ik nu een wasser in zitten met andere hydrofiele doeken en hoeslakentjes. Dus ik ben helemaal eigenlijk alles aan het voorbereiden, merk ik nu aan mezelf. Ik ben zondag 36 weken, dus eigenlijk zeg ik nu tegen mezelf, nou, het is nog maar een maand. Dus het gaat super hard en nou, we hebben de commode al deels ingedeeld. Dus we zijn al goed voorbereid, maar hier hebben wij bijvoorbeeld alleen maar luiers. En ik denk dat ik wel 1400 doekjes heb. Van dit merk. Gewoon plastic vrij. Maar ook goed voor als je allergieën en dat soort dingen hebt. Er zit helemaal niks in. Verder. Nou ja, hier zien dat we ook heel veel luiers hebben. En hier heb ik dan echt zo'n bakje. Met, ja, moet ik nog even uitzoeken. Een bijtring, die vitaminetjes. De Nuco vind ik heerlijk. Zwitsel ook. Bepanthen. Ik had wat proefmonstertjes gekregen. Deze hebben we natuurlijk nog lang niet nodig. Maar mijn plan is om dit straks in te gaan richten met hydrofiele doeken. Die gebruik je toch ook wel het meeste. En washandjes. En zometeen als ik dan klaar ben met deze doos sorteren. Drink ondertussen even een smoothie hoor. Dan ga ik dat boven in de was doen. Lekker heet wassen. En dan kan ik dat vanavond weer strijken. Ik heb er nu ook een was in zitten. Die moet ik trouwens nog even opnieuw aanzetten. Want die droger moet nog een keer aan. En ik wilde jullie ook even laten zien. Ik kreeg heel vragen van, vind je het niet vervelend dat je beneden de kinderkamer hebt? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want we leven heel veel beneden. En we slapen echt alleen boven. Maar ik heb hier ook gewoon alles voor het kindje. Dus kijk, dit is het bedje. Nog in elkaar gezet worden. Maar dit is er next to me bedje. Die komt aan het bed. Dus daar heb ik ook een ledikantje. En wat ik nou wilde laten zien aan jullie. Is dat ik het best wel slim vind. Want we hebben op twee verdiepingen hebben we dus alles. Ik heb hier op deze verdieping een commode. En aankleedkussen, luiers, doekjes, alles. En ik heb het beneden. En ik heb beneden een bedje en boven ook. En wat ik heb gedaan is gewoon simpelweg. Kijk, ik pas er echt super mooi tussen. En mijn kledingkast een paar lades leeggemaakt. Deze twee. En daar gaan alle babyspulletjes in. Zodat we en boven en beneden alles hebben. Onze kast is natuurlijk zo ingedeeld. Super mooi. Met lage kasten ook. En toen zat ik ineens te denken, want dit is Daans gedeelte. We hebben een beetje tegenlicht, sorry daarvoor. Toen zat ik ineens te denken van ja, doen we het dan bij Daan of bij mij? Maar ja, ik dacht, ik lever wel wat kastruimte in. Dus dat zit nu weer ergens daar.
En dan hebben we lekker boven en beneden gewoon alles voor onze bebbe. Ik vind het echt top. Dat, ja, ik heb er gewoon zin in. Lekker goed voorbereid. Ik ga nog even de droger aanzetten. En dan zie ik jullie straks weer. Daan en ik hebben gisteren al een hele hoop weggestreken. Zoals jullie zien hier, alle hierofiele doeken die ik al had besteld, heb ik hier allemaal gestreken. En dan wat bad, hoe noem je dat, badkleedjes. Maar al deze hydrofiele doeken die gaan nu weer mee naar beneden. En die ga ik dan weer indelen in de kasten beneden. Dus dat hebben we gisteren al gedaan. Ik had gehoord dat je nooit genoeg hydrofiele doek kan hebben. Ik denk dat ik er veel te veel heb, maar het zal wel niet. Maar ik heb er echt, jeetje, hoeveel had ik nu bij de HEMA besteld. Even kijken hoeveel er in zo'n pakketje zitten. Ja, we zoeken hydrofiele doeken. Nou, ik heb hier 24 witte en ik heb volgens mij daar meer dan 30 witte. En dan heb ik natuurlijk ook nog wat gekleurde en wat cadeautjes die ik heb gekregen. Dus we komen erin om. Het lijkt mij wel genoeg. Maar joh, die was je natuurlijk ook weer, dus prima. Dus ik ga weer verder hiermee. Ik ben er lekker druk mee. Daan is aan het werk in de winkel. We doen allebei ons dingetje vandaag. En nou ja, ik zie hem straks weer. Maar zo fijn dat we lekker taakjes kunnen verdelen. En dat ik nu even lekker ook een keer iets voor het baby kan doen. Want dat vind ik hartstikke leuk. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Nou, jullie hebben gezien dat ik eergisteren alle kleertjes van de HEMA en zo heb gedaan. En ik heb gisteren gewerkt de hele dag, dus toen heb ik niet gevlogd. Dus we beginnen gewoon vandaag weer helemaal opnieuw. Ik heb leuke pakketjes die ik nu ga uitpakken voor jullie. En ik heb namelijk leuke cadeautjes gekregen. En dit is een hele doos vol van echt zo lief. Even kijken, van Kitsch Luxury. Ik laat het wel even zien. Echt mooi kaartje ook met het goud. Houden wij natuurlijk helemaal niet van. Ik ga nu even deze box leuk uitpakken. En zoals jullie zien, zit er echt heel veel in. Zo lief. Echt, wat een leuk kaartje ook zeg. Kitsch Luxury. Nou, daar gaan we. Het eerste item. Leuk, een mutsje. Een mutsje. Is leuk. Cute. Volgens mij hadden wij die ook al haar mutsjes hier vandaan. Oh, de goeie. Lief, ja. Oh, dit is ook wel heel schattig. Kijk. Sokjes. Alles neerleggen hier. Zit goed vol, hè? Ja, hij zit echt hartstikke vol. Echt zo lief. Leuk zeg. Ja, ik zie ook nu al een heel mooi pakje. Oh, weer een muts. Kijk. Ja. Schattig. Maar sokjes. Oh ja, het is ook gewoon fijn en hele witte. Dat is ook altijd goed. Altijd goed. Het is ook lekker stofje. Ja? Nou, wat is dit? Volgens mij zijn dit... strikjes, of niet? Oh ja, kan je ook om haar hoofdje doen. Ik heb er heel veel van. Echt heel lief. Oh. En dan hebben we nog een witte met een witte strik. Oh, dat is ook mooi. Leuk joh, kunnen wij goed kiezen. We moeten die losse strikjes dan om een mutsje heen of gewoon om het hoofdje? Nee, gewoon los om het hoofdje. Oh. Mag jij straks doen, goed? Ja, dat is wel voor mij. Oh, we hebben er nog één. Nou, lief. 2 witte met een strik. Als de ene vies is, denk ik. Ik denk dat ik die ook wat leukst. Oh nee. Want dit is andere stof. Oh ja. Het is een soort van satijnen strik en dat is weer stof. Ja, ik zie het. Oh, alleen dat ik die het mooiste vind. Kijk, anders goed zien. Nou, mutsjes genoeg. Oh, kijk, nog één. Oh, zo lief, joh. Jeetje. Ik heb er echt het mooiste van gemaakt. Ja, en dan... ik denk dat ik weet wat het is. Speentje. Ja. Oh, zo lief. Die hebben we al, maar hoe handig als je er 2 hebt. Een gouden speen. Oh ja. Zo. Wauw. Echt zo mooi. Mooi cadeautje zeg. Ik heb er ook zo bij. Ik ga een mooi fotootje maken zo meteen. Nee, ik kan er maar niet genoeg spullen hebben, denk ik. Heel veel geluk met jullie Golden Baby Girl, liefst Kitsch Luxury. Ik zou ook even de Insta-link hierin zetten. Ze hebben een mooie Insta ook. Nou, daar gaan we.
Dit vind ik denk ik echt heel leuk. Zo, die is mooi. Gaaf. Maar ook met goud, hè? Die is echt top. Vleugeltjes op de rug. Ah. Hoe zoet is dit? Oh, wat mooi ingepakt ook, hè? Oh, dit vind ik heel leuk. Wat een magische. Kijken, 0 maanden. Oh, dan kan ze dan vrij snel aan. Zo, en dan zit er gewoon nog iets in. Nou, wat is dit dan? Waar staan als je nodig hebt? Die zal ik filmen. Oh, hier. Oh. Dat is mooi. Kijk dan, wat volgens mij kan ze hier inslapen. Ja? Dat ze zich dan niet beweegt. Mooi. Wauw, wat mooi. Oh ja, zo'n, die kan prachtig. Je ook in de box leggen. Handig met zo'n strik. Wauw, wat lief. En ook weer met goud. Ze hebben echt heel goed over nagedacht. Mm. Hartstikke bedankt. Super lief. Echt mooi, hè? Ja, die had ik al gefilmd net. Ik vind het ook een heel mooi kaartje. Even kijken. Zo, nou dat was even leuk om te zien, denk ik ook voor jullie, want ze hebben hele leuke dingen. Voor de rest heb ik zometeen vanmiddag, zou ik eerst vorige week doen, is alleen een beetje anders gelopen, een hele leuke winactie met Hagen. Hier zit dus een automatische, ja, hoe zeg je dat, kolf in. Wat ik straks ga uitpakken voor jullie ook hoor. Dus ik vertel het nu even, want we gaan eerst wandelen en boodschappen doen. En we hebben heel veel te doen vandaag. Daan wil de autostoel installeren, vluchtkoffers klaarzetten. Ik wil een nieuw wasje strijken. Even kijken. Oh ja, ik wil nog andere dingen aan jullie laten zien. En ik moet die Hagen winactie nog opzetten. Voor de rest heb ik ook een story die ik nog op Reiners Food Fashion moet posten. Die ik gisteren allemaal gemaakt heb. Allemaal foto's. En kammen moeten we nog wassen. Vandaag, dat moet ook echt gebeuren. Dus zo hebben we heel veel te doen vandaag. Maar we gaan nu eerst wandelen, lekker. Het is hartstikke mooi weer. En daarna gaan we boodschappen doen, want we hebben niks meer in huis. Dus dan zijn we ook alweer, denk ik, 2,5 uur verder. Duurt het mij allemaal wat langer. En dan gaan we misschien weer even wat eten. En dan gaat Daan zijn dingetje doen met de auto en de autostoel en de vluchtkoffers. En dan ga ik mijn dingetje doen. Dus dan zal ik ook even dit gave pakket aan jullie showen strakjes. Nou, tot zo in ieder geval. We zijn weer thuis en alle boodschappen aan het uitpakken. We hebben een uur gewandeld met de hondjes en wat dingetjes in het dorp gehaald. Zoals kaasjes, smoothietjes bij de groenteboer, dat soort dingen. En toen naar de Jumbo gegaan hebben we mega veel ingekocht. Echt niet normaal. We zijn 3 weken ook niet geweest op boodschappen, dus we moesten zoveel hebben. En dus dat gaan we even opruimen. En dan gaat Daan nog even naar de macro. En dan ga ik zo de winactie eruit gooien. We hebben net lekker buiten gezeten op ons terras. Maar ik ga nu de Hagen-actie doen. Dit is dus de elektrische kolf. Die ik weg mag geven aan iemand ter waarde van 300 euro. Echt bizar. Heel blij mee. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Maar als deze vlog erop staat, dan kan je nog een dag meedoen. Alleen vandaag op zaterdag. Dat zei ik vorige week ook alleen. Wat ik al zei, hij is even een weekje verplaatst. Maar je kan dus nu vandaag nog meedoen. Zo jongens. Ik kom net terug van de macro. En ik ga eens eventjes kijken of we deze autostoel van de hondjes kunnen gaan vervangen voor deze. Nou, eens even kijken of het lukt. Nou jongens, we zijn 10 minuten verder. Ik heb even de hulplijn gebruikt. Ik heb Jim eventjes gebeld. Maar hij zit erin. Ah, toch blij met het resultaat. Ik ben weer super trots op jou. Want ik weet dat hij het vloggen, dat hij daar heel erg aan moet wennen. Maar ook dat hij dat dan doet, vind ik echt heel erg lief. Maar we gaan nu even kijken samen. Want ik hoorde dat het gelukt was om de autostoel auto te zetten. We gaan even kijken samen. Of die erin past en of hij goed klikt. Dat is de eerste keer, dus dat vind ik wel heel leuk.
Ik ben helemaal benieuwd. Waar zijn we dan? Tadaa. Daar gaan we dan. Hey. Oh ja. Wel, ik vind het niet lelijk of zo. Wow. Het is wel een mooi ding. Ja, oké. Hij piept als hij niet goed staat. Soms dan hoor je wat piepen. Dan zit hij die staande, zeg maar. Ja. Dan zit hij niet goed. Hij is pas goed als deze twee groen zijn en dan niet piept. Oké. Die derde is rood en dat komt omdat die kinderstoel er nog niet in zit. En als die kinderstoel erin zit, dan is hij ook groen. Oh, wat handig. Kijk, hier zitten twee. Zie je? Hier zit een pijltje die kant op. Hier zit een pijltje die kant op. Dus die... Zie je? Ja, ja. En dan naar buiten. En dan kan je hem draaien. Dan kan je als goed is zo die stoel erin zetten. Oké. Het... Ik weet niet of dat gaat met die armleuning. Misschien net aan. Dat is ook hoor. Oh ja, in het midden. Oh ja. Oh, dat gaat best wel makkelijk. Je moet zo of naar voren? Nee, je moet denk ik naar achter. Oh ja. Zo. Ja. Dan gaat hij toch... Kijken. First time. Dat gaan we straks heel vaak moeten doen. Zit die armsteun wel in de weg? Ja, ik weet niet. Doe hem eens omhoog voor de zekerheid. Ja, nou, hij zit er jongens. Hartstikke mooi. Daar de hondenmand voor de hondjes. En hier... De autostoel. Ik vind het wel heel mooi staan. Ik vind het niet lelijk of zo bij je auto ook. Ja. Mooi is anders. Maar... Nee, ik vind het echt niet erg. Super makkelijk. Daar is dus dat knopje voor. Oh, kijk eens. Nou, ik zou zeggen, laat het maar erin. Hoeft toch niet meer mee. Zo, lief allemaal. Ik ben lekker aan het koken. Aan het koken bellen. Ik heb twee gekookte eitjes. Ik ben kiefsnitzeltjes aan het maken. Ik ga zo meteen de paneermeel overheen doen. En aardappeltjes. Spinazie à la crème. Zometeen even heerlijk eten met z'n tweetjes. Lekker gezond. Ik heb heel lang niet gekookt thuis. Ik heb vorige week, dat had ik dan niet gevlogd. Vorige week had ik een linse soep gemaakt met zoete aardappel en met roodworsten erheen. Super lekker. Het was gewoon twee uien koken met linzen, rode linzen. Een zakje. En een zakje zoete aardappelfrietjes had ik gewoon gekocht. Ik had toen zin om te schillen. En toen heb ik dat daarna gekookt en na het koken gewoon geblend. En een beetje magie erbij en daarna roodworst erin. Het was heerlijk. En nu ben ik weer even een lekker Hollands maaltje aan het maken. Zeker. Weer eens een keer een gezond maaltje. Tenminste gezond. Nou ja. Lekker Hollands gezond. Wat zei je? Lekker zeg. Lekker zeg. Ja, wij gaan heerlijk eten. Zuurkool het is. Met spek en worst. Hoe het hoort. Doe dan maar top. We hebben vandaag niks uitgespookt. Dus vandaar dat we nu pas vloggen. Bij het avondeten. Ja. Nou, we gaan zo meteen de vluchttas en koffers klaarzetten. Of tas alleen. En dan gaan we jullie wel even laten zien wat we allemaal meenemen natuurlijk. En er is iemand die de spek waaruit. Of de worst ruikt. Hè? Ja. Het vind je al heel lekker, Chappie. Echt yummy. Dat is toch heerlijk, zo'n Hollands maaltje. Ik ben net een lijstje gemaakt. Met alles wat in een vluchtkoffer moet. En dan gaan we zo even wat dingetjes bij elkaar zoeken. En kijken wat er eerste outfitje wordt. Je hebt een heel systeem. Hè? Mm-hmm. Je hebt alle spek gewoon in stukjes gesneden. Natuurlijk. Ga je dat ook met de worst doen? Ja. Mm-hmm. En zoals altijd gaan we nu... Oh, die hondjes weten het al. Even een klein portietje voor de hondjes maken. Kamba! Wat ga je doen? Waar is Kamba dan? Ja, we weten dat je wil. Je krijgt ook wat. Maar niet zoveel. Maar niet zoveel. Ja, jij ook, hè? Heeft papa jou vanmiddag weer gewassen? Dat is goed. Oh, oh, oh. Zo, moet je deze zien liggen. Lig je lekker, maat. Hè?
Lig jij ook lekker? Zo lief. Hier is er nog eentje. Lekker hoor. Nou, ik ga eens even lekker een milkshake maken. Ja, een bananenmilkshake. Die ga ik zelf maken. Dat doe ik door een beetje vanilleijs. Doe ik een banaantje in. Een klein beetje melk. En een klein beetje ijs. Dat gooi ik allemaal in de blender. En ik zal straks even laten zien hoe het eruit komt te zien. Eerst doe je flink wat ijsblokjes erin en die doe je dan fijn malen met deze stand. Zo. Vervolgens doe je er 3 grote scheppen vanilleschepijs in. Doe ik ongeveer 1/2 glas melk en een banaantje snij ik in stukjes en die doe ik erbij. Tada! Kijk. Ja, dan wordt iemand wakker hoor. Dan. Zullen we morgen maar een vluchtkoffer doen? Alsjeblieft. Ja, dat is goed. Nu ga ik eentje voor mezelf maken. Ja, wat ga je maken? Weet ik niet. Even kijken. Koffie? Ja, denk het wel. We hebben ook aardbeien. Ik kan ook aardbeien ook, zeg maar. Ja, ik zat te denken als we nog Mars hadden of zo. Dan kon ik het met Mars doen. Maar... Ja, Bounty. Dat mag je wel. Ja, maar dat vind ik niet lukken. Oh, Mars hebben we trouwens ook. Ik ga wel even kijken. En wat is het geworden? Voor jou? Ik heb een koffie. Milkshake. Koffie? Ja. Heb je een espresso koffietje gezet van anderen? Nee, een espresso. Twee espresso's. Ja. Ik heb 2 grote scheppen vanilleijs gedaan. En een paar ijsblokjes. Lekker. Geen melk. En dan wordt het te slap. Nou, die van mij was in ieder geval heerlijk. Dus niet even milkshake dan? En ik denk dat de vluchttas er niet meer in zit vanavond. Nee. Moet eigenlijk wel. We hebben het lijstje gemaakt voor vluchttas. Kunnen we vluchttas morgen doen? Oké, dan gaan we dat morgen filmen. Dat gaan we dus morgen doen. En morgen ook het babybedje doen. Vooruit. Of... Nee, dat is goed. Voor boven, weet je wel. Dat is goed. Ik zeg wat, je ligt heerlijk bij me. Zo lief is die. Echt. Hoop. Het is zo druk. Ik denk dat ik mijn 2e glas milkshake ga pakken. Zo. Ik vind het zo lekker. Goed. Echt heerlijk fris. Ja. Bananenmilkshake is misschien wel even mijn dingetje op het moment. Wij gaan nu Kamp Waas kijken. Seizoen 1, aflevering 1. Het ging over 2 minuutjes. En wij vonden van Koningsbrug super leuk. En nu hebben ze dus een nieuwe. En dat gaan we zo lekker kijken met z'n tweetjes. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag, even kijken, dinsdag. En ik heb een extra dagje vrij. Ik werk steeds iets minder, omdat ik natuurlijk eigenlijk al met verlof had moeten zijn. Oh, de hondjes zijn zo lief. We gaan elkaar kusjes aan het geven. Maar goed, ik had al natuurlijk met verlof moeten zijn. Tenminste moeten, dat kan je zelf bepalen. Maar dat had wel een beetje normaal geweest. Dus ik heb steeds meer dagjes vrij. En vandaag lekker even naar mijn moeder toe in de tuin. Dus Daan kan me nu ophalen. Die heeft even opgestart met de meiden in de zaak. En dan gaan we even bij mijn moeder in de tuin liggen. Het is hartstikke mooi zonnig weer. Kan ik daar gewoon even relaxen, maar dan een keer niet hier binnen. En niet hier in of om het huis, maar gewoon even gezellig bij hun. En gaat Daan en Koe even lekker de jacuzzi in. En die hondjes kunnen lekker mee, hè? Die kunnen lekker spelen. Ja. Jullie hebben er zin in, hè? Ja. Ja. Dat is zo schattig. Ik heb een tasje gepakt en dan weten ze eigenlijk al dat we gaan. Dus ik ga nu lekker naar buiten. Daar wacht Daan op me. Die is er elk moment. En dan gaan we lekker even naar Zandvoort. Nou, we zijn inmiddels in Zandvoort aangekomen. We rijden nu lekker over de boulevard.
En we hebben zin in een visje. Dus ik heb mijn moeder net gebeld wat zij wil. Dus zij wil kambaat. Lekker met een sausje. En ik denk ik ook wel. Wat ga jij nemen, denk je? Kibbeling of zo? Ja. Of visvingers, ook altijd lekker. Zoiets. Ik vind kibbeling altijd het lekkerste. Kibbeling? Ja. Ze rijden nu lekker hier. Op de boulevard. En het is super mooi weer. En dan moeten we hier ergens parkeren, Daan. Want ik vind Kroon altijd wel lekker. Trouwens. Voordat we geen plek meer hebben daar. Echt, moet je kijken, die lucht. Weet je nog dat we vroeger in een keer stonden? Dat we die herten zagen? Ja. In het begin toen ik met Daan was in onze relatie, verklaarde ik me voor gek. Omdat ik zei dat we in Zandvoort herten hadden. En toen gingen we samen een rondje rijden hier in het dorp. En even bij de boulevard in de auto staan en genieten van het uitzicht. En toen stonden er ineens allemaal herten voor onze auto. En hij dacht echt dat ik... Wist niet wat ik zag. Nee, jij wist niet wat je zag. Jij dacht echt dat ik een geintje aan het maken was. Maar ze liepen allemaal toen langs. Super groot. Nou, oké. Okay. Laten we even de hondjes een moment in de auto. En dan gaan we een visje halen, ja? Ja. Lekker. Ja, Jacco, jij mag zo lekker los in de tuin spelen. Zo, lekker buiten. Visje eten. Gezellig. Oh, echt zin in. Ja. Daar valt meteen aan. Ik kan niet meer wachten. Je hebt 30 van de honger bijna. Zo niet veel. Wil je iets erbij? Nee, we gaan even lekker een eten. Een watertje of zo? Ja, lekker. Ja, stakje. Dan ga je even lekker eten. Joh. Kijk wat ik heb. Een zure bol. Oh, het is ook wel een lekkere tuin, hè, Dieter? Ik heb het nu weer net allemaal lekker schoon gemaakt. Het is een heerlijke tuin. Jeetje. Zo lekker. Lekker, Daan. Oh, en er staat helemaal geen wind. Heet. Ga je straks bubbelen, hè? Ja, lekker. Dat is een goed idee. Zullen we het meegenomen? Dus, Nou, dat heb ik het wel. Hij heeft heel erg spierpijn, dus het zou wel helpen misschien. Ja. Nou, Daan die is er klaar voor. Die is helemaal in zijn hum dat hij in het bad kan. Ik word gewoon chagrijnig dat ik daar ook weer niet in mag. En Beertje, hou eens op. En mijn sierbom. Oh ja, dit is best wel raar, maar dat is vandaan. Die is leeg. Is bijna op. Het ruikt wel heel lekker. Ja, ruikt het goed? Ja, het ruikt heel goed. Oh, jongens. Maak je hem op tijd wakker? Nee. Kwart voor 3 of zo pas. Ik heb een zwembroek daarheen. Helemaal zijkant. Ik zie jezelf droog onderweg. Oh, zo kan ik niet alleen met mijn voeten en mijn benen erin. Onze dochter heeft hik. Kijk dan. Oh, kijk, nu zit ze hier ineens. Zie je dat? Oh. Zou ze de zon lekker vinden? Ik denk het. Kijk, daar gaan. Ja, daar gaat ze. Ja, voor het strandkind. De hik is niet meer, of wel? Als ze heel ondernemend wordt, laat ik het zo zeggen. Wij zijn ook allebei heel ondernemend, Daan en ik. Oh? Oh? Nee, de hik komt nu weer. Ja, kijk. Dat is de hik. Oh ja, verdomd. Nee, ach, ja. God. Jumping Jack Flash. Ja, we noemen haar Jumping Jack, omdat ze zo snel veel springt. Gek, hè, die piercing. Daar, die gaatjes. Ja. Van. Zet helemaal aan. Die is echt heerlijk in het zonnetje. Echt geweldig. Echt lekker, even zo'n dagje. Heerlijk. Kijk, wie er is. Ons lievelingsneefje. Ja, dat kunnen jullie blijven zeggen. En ik heb één lievelingsnichtje en een lievelingsneefje. Ach, ja. Kijk hoe knap hij is. Zo knap. Hij heeft ook opeens wimpers. Doe dat echt de deur dicht, het is koud. Vind je het koud? Dit is koud. Oh, het is helemaal niet koud. Mijn, nog staan hier. Mijn buik wordt echt steeds groter. Ja, mooi in die buik. Kijk, hij hier staan. Huh? Tada. Waar stinkt die? Oh, je ziet het niet. Het tegenlicht. Oh, het is irritant. Hij stinkt. Hij stinkt. Wil je op de bank? Kijk, zo zie je het beter. Ik heb de bank stinkt. Tada. Tada. Wil je een duif? Wil je een duif? Ja. Hij gaat elke keer aan je mond. Nog een keer. Hallo. Hallo, mijn lieveling. Hallo. Ik ga zo maar lachen.
je mooie oogjes zien. Of je mooie neus. Kijk, als ik hem loslaat. Naar voren. Hallo. Nou ja, zeg. Wil je een kusje aan Rok geven? Nou, zo, we zijn inmiddels weer thuis. Het was even een lekker dagje. Zo onverwachts. En ik ga nu pannenkoeken maken voor ons. Daar heb ik echt zin in. Gewoon heerlijk makkelijk pannenkoeken. Dus dat ga ik nu doen. Ja, het chapotje had ergens ingerold. Dus die heb ik net helemaal schoongemaakt. Hè, boef. Morning allemaal. Ik ben in de winkel. Ik ben lekker frambozen aan het eten. Het is vandaag woensdag. En ik ben trots op mezelf dat ik weer hier ben. En de winkel heeft nog nooit zo vol gehangen als nu. Het is echt bizar. Moet je kijken. Hier achterin hebben we alles voor kids. Echt bizar. Hier nog veel uitverkoop met 60%. En alle nieuwe collectie voor kindjes. Echt niet normaal. We gaan hier over naar volwassenen. Ik denk dat de winkel nog nooit zo vol gehangen heeft. Hier heb ik ook nog 60% voor volwassenen hangen. En dan een heel schattig nieuw zitje. Wat die meiden gisteren gemaakt hebben. Ik had een nieuw kleedje besteld. Dat andere kleedje vond ik echt niet leuk. En we moeten... Deze muur had ik zelf helemaal gedaan vorige week. Superleuk met die nieuwe woonaccessoires en die fotolijstjes zo. Het lichtgordijn staat weer aan. Oh. En die meiden die zijn nu de gimpen naar beneden aan het brengen ook. Maar hoe leuk ziet dit eruit? En dan hebben we hier heel Lulifama. Love it. Nou, oh die doos bedoel je? Ja. Ja, ik dacht dat je alles ging opstapelen, joh. Jullie hebben wel echt elke week een workout hier, hè? En dan hebben we hier, deze wand moeten we nog doen. Het is nog een beetje rommelig zoals jullie zien. Maar we hebben echt zoveel dingen. Dus als je ons wilt helpen en iets wilt kopen, bel dan even naar de winkel. Want je kan gewoon langskomen nu op afspraak. En we need it, geloof me. Want de winkel hangt heel erg vol. En dit is niet het enige wat we hebben. Want we hebben ook nog voorraad. Dus als je langs wil komen, laat het ons even weten. Zo, we zijn inmiddels alweer een paar uur verder. En het is nu 1 uur. We gaan zo lunchen met iedereen. En ik vind het super leuk om te zien dat we nu al klanten voor private shopping hebben. Dus er zijn eindelijk weer klanten in de winkel. Hoe leuk. Dus die helpen we gewoon netjes via de RIVM-richtlijnen. En mondkapje, zoals jullie zien. Maar het is echt weer een beetje gezellig of zo. En de winkel ziet er ook super leuk uit. Dus dat is ook echt leuk. Even weer positieve vibes. Goed. We hebben een heel gevarieerd lunchje, hè? Is het nou ook voor jou Red Bull of alleen voor Rob? Ook voor mij. Aha. Ik wil een groene kwark, maar als je toch... We hebben gezond. Je kan dus kiezen hier voor een cracker met gezonde dingen. Of lumpia's. Een pizza rol van de markt. Oh, zo lekker. Ja, heerlijk. Dat is wel leuk, dus ja. Dan moet ik mijn handen zo omhoog. En dan zo. Even voor de vlog. We zijn ondertussen kinderfoto's aan het maken. Zeg, kijk, moet je even daar zwaaien. Zeg maar, ik ben het Reiners voetfashion model. Jawel, dat durf ik toch wel te zeggen? Oké, maar dat is wel leuk. Dan zie je het later op tv en dan heb je het gezegd. Dat is toch cool? Wat ben jij, Mila? Zeg maar. Model, hè? Oh, knapperd. Oh. Oké, okay, nou, dan ga ik zo je leuke handjes bewegen. 3, 2, 1. Model. Jij bent echt een supermodel. Knap erop. Kijk dan. Zo klein was je toen je hier begon. Dat is leuk. Jeetje, dat is wel verschil, hè? Ben je groot geworden, hè? Dat gaat hard. Oké, okay, en dan zo leuk. Die arms om mij heen? Zo, ja. Ja, dit is heel leuk zo. Kijk eens naar mij. Die is lief. Dat ben jij een model. Die armpjes. Kan jij proberen Manon het vast te houden? Dat het weggaat. Oh, tuurlijk. Vasthouden, Sammy? Ja. Lachen. Kusje dakfeest.
Ik vind het zo lief. Heb je hem? Gewoon even mooi zijn en een mooie kusje geven. Kan je, ja? Dat? Kan je dat? De allergrootste kus, kan je dat, denk je? Oké, okay, 1, 2, 3. Nou, je ziet wie er is. Mila, onze modelletje, is er. En we gaan nu de kids shooten. Dus blijf vooral kijken naar dit leuke verhaal. We doen ons best. En allemaal leuke foto's en filmpjes komen voorbij. Heb je dat voor ons? Oh. Oh, Mila! Goed zo! Ik ben inmiddels thuis en de hele dag gewerkt. Het is nu 6 uur. Dus ik heb me even lekker omgekleed naar iets makkelijks. Zo, het is hartstikke druk nu. Eigenlijk moet ik even gaan liggen. Dat ga ik zo wel even doen. En ik wilde alleen even laten zien dat ik van mijn bonnen, ik had allemaal bijenkorfbonnen van het afgelopen half jaar van kerst en verjaardagen, uitgegeven nu aan een mooi paar schoenen. Dus ik ga even kijken wat ik ervan vind. Oeh. Ik ben heel erg benieuwd. Dat zijn wel echt leuk. Ik heb deze espadrilles besteld van Gucci, want ik word soms gewoon echt helemaal moe van om elke keer van die griempen aan te doen. Zo warm en groot en ik had hier gewoon echt heel veel zin in, omdat het steeds mooier weer wordt. En zwart is altijd makkelijk natuurlijk, maar ze zijn wel echt heel leuk. Ze was ook overal bij. Ik denk dat ik hier heel blij mee ben. Ik ga ze even passen. Nou, ik heb ze even gepast, maar helaas zijn ze net te klein. Super, super jammer. Dus die moeten weer terug. Vind ik altijd zo irritant en hatelijk. Maar ja, moeten ze weer terug en dan ga ik een 39 bestellen. Ik denk ook dat het komt omdat het espadrilles zijn. Weet je, daar kom je best wel moeilijk in. Maar nee, ze zijn gewoon echt wel... Klein, ik zit echt met mijn teen tegen de neus. Dus dat gaan we niet doen. En ondanks dat ik zwaar ben, zijn mijn voeten niet gegroeid. Want allemaal griemen zitten gewoon, allemaal schoenen zijn gewoon top. Dus daar kan het ook niet aan liggen. Maar dan moet ik even terugsturen. En dan krijg ik nieuwe. Maar ik had ze zo graag al gewoon goed willen hebben. Ik ga nu een salade maken. We gaan zo eten namelijk. En ik ga een bulgur salade maken. Met tofu reepjes. Dit heb ik een keer gekocht. Ik ben heel benieuwd. Die ga ik lekker bakken. En dan doe ik feta erbij. En ik denk dat ik een eitje ga koken erbij. Even kijken wat ik nog meer doorheen kan doen. Nou, ik weet al wat ik ga doen. En dat is bulgur. Die heb ik net uit de verpakking gehaald. Deze zijn super makkelijk. Koop deze, echt geweldig. Ik ga er nu links doorheen doen. En ik doe er olijfolie doorheen, peper, zout, honing. Dan doe ik tomaatjes er doorheen, feta. En dan ga ik even die tofu bakken. En een eitje. Ik maak lekker even wat meer voor morgen, dat ik morgen ook kan eten. Nou, de salade is af. Ik heb huttenkees erbij gedaan. Feta, tomaatjes, eitje en tofu. Yummy. Zo, goedendag. Het is vandaag donderdag. Daan en ik zitten even aan tafel. Daan heeft net gewerkt en ik had slecht geslapen en toen in de ochtend weer geslapen en toen ben ik net naar de nagels geweest. Want het kan weer en ik heb dat nieuwe gedaan, het Biab. En heel kort zoals jullie zien, helemaal babyproof, gewoon naturel. Ik ben er echt hartstikke blij mee. Echt super blij mee. Ik kan echt heel lang hiermee door. Oh, stel scherp. Want het is gewoon mijn eigen nagel en het kan gewoon lekker groeien. Dus dat heb ik net gedaan. En wat we nu gaan doen.
Wat we nu gaan doen is naar boven. We hebben net wat gegeten. Ik had nog wel salade van gisteren. Heel lekker trouwens. Maar dat is nog steeds niet op. Maar die had ik nu net gegeten. En dan een vlammetosti. Die hebben we volop in de vriezer. Ik vond het echt wel heel lekker ook. Ja toch? Zeker lekker. We gaan nu naar boven toe. En dan gaan wij kleertjes wassen. Daar moeten we echt wel nu een goede start mee maken. Alle rompertjes en zo en niet het vele doek hebben we natuurlijk al gedaan. Maar we gaan nu de kleertjes doen. En dan gaan we even nu echt de vluchtkoffers of tas, wat wil je? Koffers, tas? Ja, wij hebben vluchtkoffertjes. Ja, we hebben twee vluchtkoffertjes geleend van Christine Jim. Super makkelijk. Dus die gaan we nu klaarmaken. Daan heeft het bedje gisteren voor boven in elkaar gezet, dus die ga ik ook even aan jullie laten zien. En dan gaan we ook de kleertjes wassen en Daan gaat even strijken, de hydrofiele doeken en zo. Dus het is nu 3:15. Dus dat gaan we lekker nu doen. En dan zou ik het even allemaal weer filmen voor jullie. En ik heb volgende week heb ik trouwens een pedicure afspraak gemaakt voor mijn voeten. Okay. Ik dacht, dan is dat ook gedaan. En volgende week woensdag. Mm-hmm. Ik ben verbaasd dat ze nog plek hadden. En waar heb je dat gedaan? Bij Niels en zo. Oh ja. Oh, dat is wel even geleden zijn we geweest. Ja. En dat ga ik dus volgende week woensdag nog doen. En dan heb ik ook mezelf gesprayt in het weer vanochtend. Maar dat wordt straks pas bruin. Dat duurt even. Ik heb gedoucht. Ik heb alles weer gedaan vanochtend. En dan ben ik er zo goed als klaar voor. Oh nee, morgen ga ik naar Soar. Wimpers en wenkbrauw doen. Nou, dan heb je alles gehad. Dan ben ik er helemaal klaar voor. Dat kan elk moment komen natuurlijk. Het zou kunnen. Hm? Het zou kunnen. Daan hoopt op de 21ste. Ja. Vertel even waarom. Nou ja, een mooie datum. 21-03-2021. Ja. Het is de dag van de lente. Ja, het geheugen was vol, dus de vlogcamera viel even uit. Maar jullie hoorden denk ik nog wel net wat Daan zei. Die zijn... Oh ja, begin van de lente. Eerste dag lente. Is 21 maart. Plus daar vind ik het een mooi getal. En het is een geluksgetal, toch? Ja, een geluksgetal. Ik heb een paar keer geluk met het getal gehad. Dit is trouwens een craving van mij. Dus eigenlijk geen craving, want het is geen eten. Maar dit drankje drink ik dus al heel mijn zwangerschap. Onwijs veel, het liefst elke dag één. Hopeless soja. Nou jongens, gezond hoor. Ja, of daar moet dan inderdaad een milkshake banaan maken. Dat vind ik ook heel lekker. Ik heb echt iets met banaan en heel veel koude drankjes. Echt heerlijk. Nou, wij gaan nu naar boven en dan ga ik jullie alles even laten zien wat we gaan doen. Ik heb nu even alles zo goed als in kleine maatjes gepakt. En daar zit ook nog heel veel in dozen. Waar ben je? Dani gaat dat allemaal strijken wat hier ligt. En die komt uit onze secret closet. En ik ga even kijken. We gaan samen eigenlijk even kijken nu wat ons dochtertje aan gaat doen. Als ze net geboren wordt. Kijk nou jongens. Hoe klein alles is. Echt heel schattig hè. Oh, sokjes. Die handjes. Zie je niet in het gezicht krabben? Ja. We hebben nu dit. Die nemen we sowieso mee. Dit is echt ons mooiste pakje. Dus dit nemen we sowieso mee. Misschien niet dat het te groot is, maar we nemen verschillende maatjes mee natuurlijk. En deze had ik echt ook heel lief gekregen. Van een heel lief meisje. Een fan. Dus dat is ook wel heel schattig erbij. Is ook weer met roosjes. Het is alleen net een andere kleur. Maar we gaan gewoon even kijken wat we allemaal hebben. Kijk dan, hoe schattig allemaal. Deze vind ik echt heel leuk. Dit is maatje 50. Dit is ook maatje 50. Echt ook een heerlijk stofje. En dan heb ik één pakje in 56. Dan doen we twee. Nog één pakje van 56 erbij zoeken. En dan gaat het lekker met de rompers. En ik heb dit even bij elkaar gelegd, want dit vind ik ook zo leuk zo samen. Echt schattig. Beetje alles ordenen. Leuk, ook die schoentjes hierbij. Nou, geweldig.
En dan ga ik even kijken of ik echt nog dingen mis. Dan ga ik dat gewoon nog even bestellen. Hey Poepie, vind je het ook mooi? Mijn liefde, mijn allereerste kindje. Ja. Het is dat het nog gewassen moet worden, hè, Chappie? Nou, het aangaat als een speer. Het ruikt echt lekker. Ja, van de strijkwater. Van ja. Het wijntje, dat is toch. Ja, kom dan. Zijn we even lekker aan het liggen samen? Ja. Oeh. Gezellig, hè? Ik lig lekker. Daan is lekker bezig. Die gaat als een gek. We moeten lekker aan het kletsen samen. Laat eens zien wat je allemaal gaat steken. Even kijken, hoor. Dit. Laten we Nou, we hebben de rompertjes erbij gelegd, de mutsjes. We hebben 2 pakjes in 50. De 2 rompertjes van 50, een jasje. En dan hebben we een pakje van 56 hier liggen. Van Chloé, dat mooie pakje met een rompertje. Met een jurkje eroverheen en een broekje. En die andere met roosjes ligt hieronder. Dus dan kunnen we gewoon kijken wat het wordt. Hier zie je allemaal prijskaartjes die ik overal vanaf aan het halen ben. Dit wordt straks helemaal gewassen. En ik ga nog even verder. Ik heb ook deze net uitgepakt. Ik heb nog heel veel leuke pakketjes liggen namelijk. Die is wel heel schattig. Van Zensies Baby Shop. Ik heb hier ook nog wat leuks dat ik ga uitpakken nu. En dat is van Sweet Little Crown. Echt een heel mooi kaartje erbij. Super lieve tekst. En ik ga het even laten zien aan jullie. Deze doeken die ik nu aan het uitpakken ben, ik voel het nu al zo super zacht. En ik zie dus dat het van 70% katoen is. Of 70% bamboe en 30% organisch katoen. Ik ben heel benieuwd wat we hebben gekregen. Deze zijn wel echt heel mooi. Ze zijn heel groot. Wauw. En de zachtste die ik tot nu toe heb gevoeld. En ik heb nog 2 andere prints. Dus ik ben heel benieuwd. Maar dit is in ieder geval echt al een hele mooie. Echt heel blij mee. Dit is de andere. Echt wel leuk. Even wat met food. En deze is gewoon zwart-grijs. Maar ik zou zeggen, neem even een kijkje op hun Insta of site. Want deze doeken zijn wel het zachtste en het mooiste die ik tot nu toe heb gehad. En dan hebben we hier het bedje voor boven. Gewoon een mooi zwart bedje. Helemaal goed. Met hoeslakens die we nog moeten wassen. Dus dat is het bedje. Hebben jullie die ook gezien? Nou, alles ligt nu een beetje op kleur. En de eerste was zit erin. Dus we gaan nu even eten beneden. En dan doe ik zo meteen weer een wasje erin. En dit moeten we mee naar beneden, toch Daan? Allemaal. Oké. Okay. Nou, we hebben wel genoeg, hè? Ik kan er niet genoeg van hebben. Ik heb ook mijn sleepy uiteindelijk binnen. Of het heet nu Doekatot. Ook echt heel erg mooi. Heel blij mee. En ik zou zo de leukste, mooiste luiertaart ooit even voor jullie filmen. Die ik van mijn schoonmoeder heb gekregen. Van Daans moeder. Nou, deze heb ik van een week gekregen. Dit is van Jacqueline. Kijk hoe mooi. Ik heb nooit zo'n mooie luiertaart gezien eigenlijk. Zo goed bedacht. Een goudkasteel. Echt geweldig. Er zit echt wel veel werk in. Zonde gewoon om hem uit elkaar te halen eigenlijk. Nou, ik ga nu even aan het eten beginnen. Ja. Ik ga lekker patatjes in de oven doen. Of aardappeltjes, hoe je het ook wil noemen. Van die twister dingen. En Daan had al kip gehaald in het dorp, verse. Van die kippenbouten. En dan doen we lekker snijboontjes erbij. En ik wilde jullie nog iets laten zien. Want dit heb ik ook binnengekregen. En het is super leuk ingepakt. Nee, ik denk dat het wel goed is zo. Zo is vet, zeg. Ja, het is toch niet echt gezond. Snijboontjes. Dan mag je het niet. Nu denken ze net dat ik op mijn eten moet letten van jou. Hè? Zo. Nou, dat is juist niet zo.
Daan wil alleen maar dat ik juist meer eet. Hoe heet het? Ik ga dit even uitpakken met jullie. Ziet er heel leuk uit. Ook hier zit weer een heel lief kaartje bij. Het is van House of Bears. Kijk. Met gefeliciteerd met je zwangerschap. Succes met de laatste loodjes. En alvast veel twinplezier met je dochtertje. Dus als ik dit ga, hier foto's van ga maken, dan moet ons dochtertje er echt zijn. Dus dat is wel leuk. En dan zit er, als het goed is, een pyjama in voor mij en voor onze dochter. Maar ik ga het nu uitpakken. Alles bij elkaar gelegd. Het is een heel mooi zacht kleurtje geel. En ik heb er ook een pyjama bij. En heb ik dan in de grootste maat genomen. Want ik vind het heel leuk als dat zo groot oversized valt. Echt super schattig. Hele leuke kaartjes ook, vind ik. Ja, hij heeft geroken. Hm? Chipotje. Ruikt hij de kip? Oh, hij ziet er wel nu nog lekkerder uit als normaal. Kan dat wel? Ja, geen idee, lieverd. Yummy. Yummy. Wij gaan lekker eten. Nou, het maaltje voor de honden is weer gemaakt. Snijboontjes met kip. En ik heb hier 10 minuten over gedaan. En jullie zitten maar te piepen aan mijn hoofd. Ja. Ja, zijn jullie er klaar voor? Oké, dan. Zo, ik lig op de bank. Je ziet dat die spraytint al een beetje begint te werken. En dat ik wel bruiner word. Ik heb trouwens die van White to Brown. Gewoon echt zo'n spray. Daar ben ik op zich echt wel blij mee. En helemaal nu natuurlijk met zonne niks mag. Vind ik dat echt heerlijk. Ik zit nu op de bank. Daan is heel even koffie doen met zijn ouders. En ik wilde meegaan, maar ik moest plotseling iets voor de zaak doen. Op de laptop, dus ik kon niet mee. Maar ik lig nu op de bank en dat is eigenlijk wel beter. En ze is onwijs druk. Ze ligt super hoog. En ze is lekker aan het schoppen. Oh, zo gek. Ik heb net kleertjes weer gewassen en opgehangen. En als ik dat dan ophang, dan vind ik dat echt wel heel erg gek hoor. Dan denk ik, oh, ze past hier straks gewoon in. Zit gewoon, mijn meisje zit daar straks in die kleertjes. Dus dat is echt super raar. Maar heel schattig hoe het erbij hangt op het wasrekje. Ik durf niet echt veel in de droger te doen. Maar ik heb wel nu net die velvet pakjes en van die theestof pakjes wel juist in de droger gedaan. Want dan, ja, dat is eigenlijk net als dit. Dat stofje, weet je wel. Dat moet dan echt wel de droger in dat het weer zacht wordt. En dan is zometeen het volgende wasje klaar. Dan hang ik dat ook gewoon erbij op. Ik ga nu even Merit at First Sight kijken. Australia ben ik gewoon gezellig mee begonnen. Heel leuk, vind ik het. En even wachten tot het aan terug is. En dan wilde hij een filmpje kijken samen. Dus dat eigenlijk. Oh ja, ik krijg trouwens super veel vragen. Wanneer ben je uitgerekend? Het is 28 maart. Het was eerst 26 maart, maar toen met de tweede echo volgens mij. Zijn we toen 2 dagjes teruggezet. En dus dat is 28 maart. En het is nu 4 maart, dus reken maar uit. En het kan eigenlijk nu komen. Het kan over een week komen, 2 weken, maar ook 5 weken. Je weet het niet. Ik heb wel echt het gevoel dat ze heel erg strak ligt. Dus dat er echt geen ruimte meer is, zeg maar. Helemaal in de avond heb ik dat. En dat ik echt gewoon het liefst helemaal plat lig. Maar dat is ook weer een beetje soms een rot gevoel. Je ligt natuurlijk het liefst op je zij. Maar mijn buik is behoorlijk goed gevuld nu. Ik ben nog steeds, echt heel netjes, zeg maar 6,5, 7 kilo aangekomen. Ik ben benieuwd, ik moet dinsdag nu weer naar de verloskundige. Ga ik weer even op de weegschaal staan. En vorige week was dat 6,5 kilo, dus misschien is dat dan nu 7. En dat wilde ik eigenlijk nog even tegen jullie zeggen, want ik krijg heel veel vragen over. Dus vandaar, ik weet niet wanneer het komt en we gaan het allemaal zien. Zo spannend. Ik voel me heel gek. Ik ben heel eerlijk. Soms benauwt het me. Dat ik echt denk van, wow, wat gaat er gebeuren in je leven? Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Maar daar ben ik gewoon heel erg eerlijk over. En aan de andere kant heb ik er mega veel zin in. En zijn we er super klaar voor. En heb ik totaal nul twijfels. Maar dat zou ook wel gewoon echt erbij horen. Dat je soms echt denkt van, wow, hoe gek. Nu ben je nog met z'n tweeën nog maar een paar weken. En straks gewoon nooit meer. Hoe gek is dat? Dus, ik ben er klaar voor en ik heb er heel veel zin in. De bevalling ga ik ook gewoon rocken.
Ik ben een heel rustig persoon. Ik ben geen schril iemand of pietmaniek. Dus dat wilde ik nog even tegen jullie zeggen. Ik krijg er heel veel vragen over, namelijk hoe voel je je? En soms vinden mensen het vervelend als ik zo dan klets. Maar ja, als ik die vraag moet beantwoorden, dan hoort het er toch een beetje bij. Dus vandaar, dan weten jullie het ook weer. Mijn bekken gaan juist wat beter dan eerst. Heel gek. Ik heb nu juist wat meer bandenpijn. Dus wat meer pijn aan de voorkant. En heel moeilijk gewoon met ademen. Omdat ze zo hoog zit voor mijn gevoel. Maar voor de rest gaat het hartstikke goed met me. En probeer ik uit te rusten waar ik kan. En wil Daan eigenlijk volgende week dat ik met zwangerschapsverlof ga. En ik ook gewoon niet meer dingen voor de winkel doe. Vanaf huis misschien wel. Maar niet meer erheen ga. Even kijken of dat me lukt. Maar dat gaan jullie dan volgende vlog weer zien. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdagochtend. En ik ben mijn dingetjes aan het pakken voor mee naar werk. Nou, blauwe besjes. Weer zo eentje natuurlijk, hè. Niet te vergeten. Appels, soja, yoghurt. Vind ik ook heel lekker. Botjes voor de honden en een limo voor op het werk. Want dat hebben we niet meer staan. En ik neem make-up en alles mee. Want ik ga daar alles doen. Want het is hartstikke vroeg nog. Het is hartstikke vroeg. Het is 8:30. Maar we gaan natuurlijk pas om 10:00 open. En ik ga nu al heen. Want Daan zet me nu al af. Maar ik ga eerst even mijn havermoutje met mijn banaan eten. Wat een gezonde ochtend, jongens. Zo, nou. Zoals je ziet ben ik er helemaal klaar voor. Mijn haar is gekruld. Make-upje is gedaan. We zijn heel de winkel nu aan het schoonmaken. Want gisteren was daar geen tijd meer voor vanwege de drukte wat betreft private shopping. Dus daar ben ik heel blij mee. We krijgen zometeen om 10:30 weer onze eerste klant. En daarvoor is de winkel nu weer lekker schoon. We hebben getwijld, stof gezogen, alles afgenomen. Je kent het wel, gestoft. Dus we zijn er weer klaar voor vandaag. En ik ga zo naar boven om deze beelden weer naar Stijn te sturen. Hierbij ga ik dan ook afsluiten. Ik ga de hele dag hier werken. En straks ga ik naar Wimpers en Wenkbrauwen van Soraya. Ik zou dat even filmen voor jullie. Want dan gaat ze me klaarmaken voor mijn bevalling. Even lekker. En we hebben nog meer leuks om te filmen. Oh ja, Daan is morgen jarig. Dus kijk volgende week gewoon weer naar deze naar onze vlogs. En vergeet niet te subscriben. En dikke kus. Fijn weekend allemaal. One, two, three, baby.